Zeven mensen zijn vrijdagochtend om het leven gekomen bij een bootongeluk op de Koppename rivier nabij het inheemse dorp Kalebaskreek. Er worden nog drie personen vermist. Een man heeft zichzelf en zijn zoon nog kunnen redden. In de boot waren meer dan 30 personen. Deze informatie is ontleend aan DWT Online. De marine van het Nationaal Leger en dorpelingen hebben opvarenden in veiligheid gebracht. Inmiddels zijn er zeven lichamen geborgen en wordt er naar drie vermisten gezocht. De krant verneemt dat de boot rond middernacht is vertrokken van Cornelis Kondre aan de Wayambo rivier en ging richting Boskamp. Ook zouden de opvarenden geen zwemvesten hebben gebruikt. De kapitein verklaart tegenover Star News dat het water overdag heel woelig is, wat voor de kapitein van Cornelis Kondre de reden was om de oversteek in de vroege ochtenduren te doen. Het water was echter niet minder woelig. Bij de eerste grote golf raakten de passagiers in de boot in paniek en helden ze allemaal aan één kant van de boot. Daarna probeerden ze het water uit de boot te scheppen, wat niet lukte. De boot kantelde en alle passagiers kwamen in het water terecht. Met grote ontsteltenis heeft de regering kennis genomen van dit tragisch voorval. Het Nationaal Leger, het Korps Politie Suriname, het districtsbestuur, de medische hulpdiensten en de plaatselijke bevolking verlenen met man en macht de nodige hulp. De regering condoleert hierbij de nabestaanden alsmede het hele volk van Suriname met dit tragisch ongeval.